Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play. Nieuw Super Mario Bros. Op de Wii. Het is bijna kerst, dus ik zing deze intro nu voor jullie. Want jullie kijken hier weer gezellig naar. Ja, dat klonk al heel erg slecht, maakt niet uit. Dus welkom iedereen bij een nieuwe aflevering. Sorry van gisteren. Ik had het een beetje druk met voorbereidingen voor alles. En een feestdag en noem maar op. Maar ik ben hier nou speciaal voor jullie. Om dus zeg maar gewoon nog een aflevering neer te zetten. Dus laten we er maar gelijk in duiken. Wereld 6-5. Waarom ook niet? In de vorige aflevering hebben we namelijk de andere levels gedaan. Zoals we altijd op de vorige aflevering hebben gezien. Er staat er een hele mooie batterij afspeellijst. Dus ja, dan zeg... Oh, nee. Oké, ik moet wat minder met mijn handen gaan swingen, want anders krijgen we weer zo'n razenij als de vorige keer. Ja, mijn stem is een beetje aan de heese kant. Voor de mensen, ik weet niet hoe dat het in de rest van Nederland is. Ik heb gehoord dat er in het noorden ook een stevige wind is. En dat het dan weer koud is en dan weer minder koud en dan weer redelijk koud. En je wordt er heel niet vrolijk van. Dus mijn stem is een beetje aan de heese kant. Mijn excuus daarvoor, ik ga proberen... Double kill match? Nou, ik ga dus proberen om zoveel mogelijk gewoon fatsoenlijk audio commentaar te krijgen en zo min mogelijk voice cracks. Jonge. Do you even speak, bro? Nou, ik probeer mijn best te doen hier met een of andere Zulu bakvislip. Hij springt wel lief over me heen. Wel aardig van hem. God, wat spontaan. Misschien is het handig als ik een vuurbloem gebruik. En dan raak ik hem daar mee met een vuurbloem en dan... Hebben we geen problemen meer. Dat zou eigenlijk wel mooi zijn. Ja, ik zou hier eigenlijk een combo kunnen doen. Maar... Ik heb vuurballen, serieus. Waarom zou ik zo show-offery moeten gaan doen? En kijk eens wat we daar hebben. Ik denk dat deze starcoins echt alleen maar daar geplaatst zijn, zeg maar, waar dat die... die spikefish zou zitten. Dus... Op zich, ik denk niet dat echt alle starcoins... Oh, dit... Dit was niet zo slim van mij. Oké, wat is dit? Weer zo'n vis. Ik ken hier geen vuur... Ik ken hier niet vuur sturen! Wow. Vuur sturen. Vat je hem? Mario, vuur. Oh, ja. Snap je hem? Kan ik hier naar boven? Nee, oké. Dus, ik had er een heleboel dingen over te praten. Want er waren heel veel comments binnengekomen. Weer een heleboel Mario requests. Ik had zelfs een vraag binnengekregen of ik Mario Galaxy 3 wou doen. Om even verwarring... Dat ging me net goed. Om maar heel eventjes verwarring tegen te komen. Op dit moment is er nog niks bekend van een Mario Galaxy 3. Of überhaupt nieuws over een Mario Galaxy 3. Of dat er überhaupt iets is wat betreft Mario Galaxy 3. Dus, sorry mensen. Maar op dit moment is het dus... Oh, wacht eens eventjes. Zat daar hier... Ik herinner me dat hier iets heel erg sneakies verborgen zat. Wat? Die zat hier recht tot... Ik weet dat hier... Hier zit een bonenstaak. Dat weet ik. Dat zat hier tussenin. Zie? Nee. Ik wist dat er daar eentje zat. Ik bedoel, sommige levels die hebben echt hele gemene verborgen secrets. Maar het is dus ook zo dat level 6-5 een hidden exit heeft. En dan ben ik helemaal vergeten te vertellen. Mijn excuses daarvoor. Kijk net op mijn papiertje. Wacht even, dit is ook wel een secret ending. En volgens mij ook de laatste starcoin, als ik me niet vergis. Ja, die zit daar. En volgens mij brengt hij ook ons gelijk naar de secret ending. Wauw. Nou, dat ging makkelijk. Dus voordat ik verder ga met dat verhaaltje, zie ik jullie heel eventjes bij de gewone ending. Dus editor, ga je gang. Zo, die brengt je gelijk naar het kasteel. En daar zijn we dan. En natuurlijk word ik een paar keer geraakt offscreen. Dat is altijd weer mijn geluk. Maar goed, het is dus eigenlijk alleen maar die warpipe waar je dus zeg maar opkomt. En dan kom je dus zeg maar terecht bij de gewone vlag. Heel erg simpel. Goed, dus maar ja, Mario Galaxy 3 zoals ik al zei. Dus daar is helaas dus nog niks over bekend. Er is nog niet eens een rumeur tot er eigenlijk dus zeg maar een spel van is. En ik weet het, er zijn hacks ervoor gemaakt en noem maar op. Maar sorry, ik doe helaas geen hacks. Nee. Dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Nou, er is er natuurlijk ook nieuw Super Mario Bros. U, Mario 3D Land. Heel veel Mario spellen zijn er weer gerequest. Maar zoals altijd zit er variatie op het spel. Dus wanneer dat we naar een andere Mario game toe gaan, zitten daar weer andere let's play tussen. Dus die vraag hebben we uit of the way.
Nou, dan heb ik nog een vraag binnengekregen. Ja, wat is het kanaal van Darkplayer? Nou, naar dat kanaal daar ben je op dit moment heel erg grappig genoeg aan het kijken. Zijn kanaal is hetzelfde, want Darkplayer en Zeldaplayer zijn eigenlijk dezelfde persoon. Alleen, ja, is een heel ander karakter met acte. Spring op die lamp! Dank je. Dus, ja, dan zijn jullie daar ook van op de hoogte. Even kijken, wat hadden we nog meer? Ja, ik moet jou heel eventjes hebben. Dit is eigenlijk best wel een grappige gimmick, want die lamp die bestuur ik dus zeg maar met mijn Wiimote. Dus, kijk, is het daar niet? Heel erg leuk om zo dus zeg maar dadelijk Starcoins te missen. Weet je waar, kan ik jou niet gewoon hier op laag gooien zo? Oké, dat is wel fijn. Oké, geef mij nu wat licht. Uh-oh, nee! 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 Pennen of... kladblok dingetje, ga je gang. En zo pak je dus die munt. Maar goed, ik had dus een foutje gemaakt daar, mijn excuus daarvoor. Volgens mij moest ik hier in een van die warpipes, maar weet ik niet zeker. Zit daar boven iets? Nee. Hierboven kan misschien zitten. We zien dat daar muntjes zitten. Oh boy, moet ik daar in die rode? Nee? Echt, geen eentje waar ik hier in moet? Zeker weten? Ik weet ook zeker dat ik in een van de warpipes moest, maar ik weet niet meer precies welke. Maar, kijk, dat bedoel ik dus met mijn stem, hè. Sorry, dat we nogmaals. Wat dus zeg maar de bedoeling is, verder op het kanaal. Ja, er zijn dus zeg maar, als deze let's play afgelopen is, dan gaat de volgende let's play van start. En de weekend heeft dus een hele andere special, want er is namelijk ook, Mario... Of ja, niet Mario, ja, Mario zit er wel in. Maar er is dus ook zeg maar nieuw, of ja, niet nieuw. Blablabla, kan ik alsjeblieft spreken vandaag, dat zou ik heel erg op prijs stellen. Er is dus ook zeg maar Smash, de nieuwe Smash voor Wii U, die is ook gerequest. En ik wil hem dolgraag doen. Maar het enige nadeel waar ik mee zit is, ja, Wii U, de Smash. Ik wil er best wel een paar afleveringen van doen, dat is geen enkel probleem. En jee, ik ben geen Starcoin kwijtgeraakt. By the way, hier zit ook een secret ending, ik ben er vergeten weer te zeggen. Toch? Wereld 66? Ja, Wereld 66 is ook een secret ending. Maar ja, ik ben dus van plan om dat allemaal zeker te doen. Dus, maar ja, Smash dat is nogal zeg maar een beetje moeilijk. Aangezien dat... Oh, wacht eens eventjes. Wacht eens even. Oké, daar zit niks. Daar zit hij. Daar zit hij. Daarboven. Zie je hem? Zie je hem? Uh-oh. Nee, ik wil hem hebben. Nee! Dank je. Oké. En als het knippig is, moet ik de bovenpad volgen voor de secret ending. Oh boy, dit gaat fout. Dit gaat fout. Oh nee. Oh nee. Oh boy. Oh boy. Licht graag. Dan heb ik nog één. Probeer ik heel even voorzichtig hier te geven. Eén update nog die ik jullie graag... Is dat... Ik hoop dat dit de secret ending is. Er is nog één update die ik graag wil geven. Ik kom erachter. De laatste tijd zijn er heel erg veel nieuwe mensen bijgekomen. Sowieso welkom. Welkom op dit kanaal. Hopelijk dat jullie het ook naar je zin krijgen op dit kanaal. En natuurlijk leuk dat jullie op kijken. Dus heel erg leuk dat jullie er ook bij zijn. Nou zijn er dus zeg maar in de beschrijving... Ja, ik ga gewoon weer terug waar ik ben begonnen of waar ik ben gestopt met mijn audio-commentaar. Heel erg makkelijk. Dus, maar in de beschrijving er staat dus zeg maar, er staan twee links voor Facebook en Twitter. De reden waarom dat die er staan, alle updates die dit kanaal zeg maar geeft. Zoals als er bijvoorbeeld een aflevering niet kan komen of tot er een special event is of iets in die trend. Dan geef ik dat dus zeg maar aan via een update op Facebook en Twitter. Dus heb je de kans... heb je een Facebook of Twitter account, kun je natuurlijk daar altijd op kijken om te kijken of er updates zijn. Heel erg belangrijk. Maar goed, dit is dus de secret ending zoals ik het al zei. En nogmaals bedankt voor jullie support jongens. Ook de nieuwe en natuurlijk de mensen die al heel lang er zijn. Ja, jullie zijn gewoon geweldig. Ik kan dat niet vaak genoeg zeggen. Zeker niet met de kerstdagen. Ik bedoel, jullie zijn echt geweldig. En ja, ik blijf het maar doorzeggen. En ik krijg dan weer geweldige complimenten terug. Ik moet zeggen, we hebben echt een geweldige community. En ik wil ook even een complimentje geven. Maar dat complimentje, dat doe ik eventjes naar de knip. Want we moeten naar het gewone einde. Ah, hier zijn we bij de warpipe. Waar we dus niet in gaan. Over het complimentje waar ik het over wil hebben. Ja, sowieso. Ik heb
velen van jullie al verteld van... er zijn heel veel mensen die op dit moment zeg maar hier in deze community zitten. En heel erg dank daarvoor. En ik wil dus zeg maar de mensen die dus zeg maar al een tijdje zitten te kijken... wil ik zeker bedanken als ik soms in de comments kijk en er is een vraag... maar ik heb op dat moment even geen tijd om te beantwoorden... tot die al beantwoord is door een kijker die dus zeg maar al langer op het kanaal zeg maar... aanwezig is. Dus sowieso daar heel erg bedankt voor. Soms dan krijg je wel eens vragen van... wanneer doe je Mario Galaxy 1? En dan komt er al één trouwe kijker die zegt al van... die heeft hij al gedaan, afspeellijst, wijst er gelijk naartoe op een beleefde manier. Geweldig, echt top dat jullie dat willen doen. En dat jullie dat gewoon al sowieso doen zonder dat ik het eigenlijk vraag. Ik vind het echt geweldig, dus heel erg bedankt daarvoor nogmaals. Dus... ja, ik denk dat ik dat allemaal wel een beetje... Ik denk dat ik wel een beetje gezegd heb wat ik allemaal al zeker wou zeggen. En... sorry. Stem, dat gaat goed vandaag, jongens. Echt, gaat helemaal toppie komen vandaag. Oké, dus we hebben hier dus zeg maar bullet bills. Nou is er ook verteld dat op het moment dat ik een star power gebruik... dat ik dan automatisch zeg maar de vijanden zou verslaan zonder dat je die stage minigame zou krijgen. Een beetje van batterij Mario RPG. Dus ik denk het is even leuk om hier die sterren mee te pakken. En om deze aflevering dus leuk af te sluiten, want ja, we doen 3 levels elke keer, dus nou net zo goed. Kunnen we dus... Ik zit in wereld 6, moet je me dat nou nog steeds serieus uitleggen? Maar goed, we gaan dus naar de finale van wereld 6. De finale van wereld 6. We gaan dus... Nee, dat is de secret. Mario, je gaat de verkeerde kant op. Mario, die... Nee, Mario, andere kant op. Dank je. Maar we gaan dus nu naar... is dat dan... Hoe? Hoe kom ik terug? Is dat hier? Huh? Oh nee, je loopt over die warpipe. Sorry, het pad is niet helemaal duidelijk. Maar goed, om dus naar het kasteel van wereld 6 te gaan... Jeetje, ik kan echt niet praten vandaag. Nemen we dus gewoon de secret ending. En dat is gewoon leuk. Want dan hoeven we dus zeg maar... aangezien dat we 300 kilometer hebben omgelopen. Maakt niet uit. Kunnen we dus zeg maar naar wereld 60 gaan. Laten we maar gelijk een paddenstoeltje meenemen. Dat is net zo makkelijk. En laten we er maar eens eventjes ingaan. Dus is ik me niet vergis. Ik kijk stiekem weer op het lijstje. Dankzij Tom. Batterij. Morty. Daar gaan we naartoe. En weer een lava level. Joepie. Lava. Extra hot en spicy. Ik bedoel, in de hardcore... Ja, ik weet het, jongens. In de hardcore-serie. Sorry. We waren dat aan het opnemen. En dat is alweer meer dan een week geleden. Dat is het ergste. Dus we nemen het altijd op een maandag op. De nieuwe afleveringen zijn ook alweer opgenomen. Daar kan ik helaas nog niks over zeggen. Ja, het is dinsdag. Ik weet het, maar ik mag daar niks over zeggen. Spoiler gevoelig. Dat moet ik ook nog allemaal gaan bewerken. En vergeet niet, Kerstmis komt er ook nog eens een keer aan. Dus ja, we willen natuurlijk allemaal wel gewoon kerst kunnen vieren. En dat wil ik zelf ook. Dus vandaar dat ik ook zoiets heb van... jongens, sorry, maar... donderdag en vrijdag, eerste en tweede kerstdag, zullen er dus ook geen afleveringen plaatsvinden, omdat dan ben ik ook kerstmis aan het vieren op dat moment. Dus alvast bedankt voor het begrip daarvoor. En oh nee, ik haat deze Starcoin. Ik haat deze Starcoin echt zo erg. Ik haat hem! Oh boy, oké. Platforming skills op zijn best. Jullie hebben gezien hoe goed dat ik daarin was in Minecraft. Voor de mensen die het niet snappen, hoe dat je dan zeg maar zo dood kunt, kan ik gewoon even uitleggen in deze aflevering. Ik ben... Doe maar! Oh boy. Oké, ik bedoel maar, op het moment dat je dus zeg maar, je ziet mij verschillende keren op een plateau springen om eventjes te kijken van, nou misschien kunnen we daar boven naartoe, misschien kunnen we daar boven naartoe, etcetera, yada yada yada. Alleen het enige nadeel is, één keer spring je verkeerd en je glijdt niet echt uit, maar je hebt dan de momentum waardoor dat je dus nog een pixeltje doorloopt, laat ik het daarop houden. En op het moment dat je dat pixeltje, dat was niet handig, extra doorloopt, heb je dus het probleem dat je dus, dat je dan met het dilemma zit, dat je dan glijdt en dan krijg je fall damage. Oh boy. Ja, geef! Geef me die mushroom! Nee, niet in de lava. Nou, die heeft wel een hele grote force. Ken ik dat? Nee, daar kun je volgens mij niet naar boven toe. Volgens mij was dat nodig voor een quiet voor een Starcoin. Ik weet het niet meer. Oh boy. Had ik jou daar niet voor nodig? Nee! Oh, daar heb ik hem voor nodig, of niet? Daar heb ik hem voor nodig, of niet? Misschien dat die
anderen nog terug wil komen. Kan ik daar toch in komen? Kan ik... Ik ga hem proberen te pakken. Oh, wacht eens eventjes. Als ik dan nou eens anders doe. Als ik dan nou zo doe. Met skills, ground pound, mushroom. Oké, goed. Nou, die spikeballs die blijven ook gewoon komen. Oké. Ik kan hoog genoeg springen. Dus als ik dit goed time, zou ik moeten kunnen... jumpen op dat stomme blokje. Of nog beter, ik kan gewoon hier op het puntje staan en hem gewoon zo pakken. Waarom doe ik zo moeilijk? Kan iemand met mijn keus... Nogmaals, waarom doe ik zo moeilijk? Titel, waarom doe ik zo moeilijk? Serieus, het had veel makkelijker gekund, maar ik doe gewoon moeilijk. Mordy, ik dacht dat je in wereld 2 zat, je zit in wereld 6. Ik moet jou helaas pijnigen. Dat staat in het spel, dat is zo gescript. Het spijt me, ik moet het doen. En Kamek, echt serieus, mijn wraak op jou komt nog deze let's play. Mark my words. Ik vind het eigenlijk best wel grappig hoe dat Kamek een normale enemy, zeg maar, van andere games, zeg maar. Van de nieuwe Super Mario, of een niet-nieuwe Super Mario, maar de Super Mario World. Was gewoon normaal een doorsnee vijand. Tot ze daar dus... Oké, dat was geluk. Maar tot ze daar dus, zeg maar, echt gewoon een main villain van hebben gemaakt. Dat dat echt de nummer 1 minion is van onze grote vriend Bowsy. Jij was makkelijk! Dus zoiets. Ja! En de sleutel is bijna groter dan ik. Want als ik geraakt zou worden, dan zou die sleutel groter zijn dan mij. Tenminste, dat vielen de kijkers ook op. Ik bedoel, ik zit hier niet alleen, hoor. Hey, Bowsy Jr., hoe gaat het ermee? Je schip gaat er weer vandoor. Peach neemt je schip over. Dat betekent dus een extra level in wereld 6. Wat jammer is, want dit is de derde level en daarmee ga ik dus deze aflevering een beetje afsluiten. Dus heb je een leukste momentje, laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Morgen gaan we dus gewoon nog verder met nieuw Super Mario Bros. Dus ik hoop jullie morgen allemaal weer te zien bij de volgende aflevering. Dus sowieso bedankt voor het kijken. En nogmaals bedankt voor het support. En ik zie jullie morgen. Dus tot dan. Doei!